Nou, we hebben net jullie al verteld over die samenwerking. Kunnen jullie vertellen waar jullie het wel over eens zijn met elkaar? Zeker. En daar zijn we het zo over eens dat dat helemaal niet aan de orde gesteld is eigenlijk. En dat betreft denk ik de opkomst van het Nederlandse populisme. In eerste instantie natuurlijk met Pim Fortuyn en vervolgens met Rita Verdonk nog iets gekker. Allebei ook, nou ja, nee, laat ik dat niet zeggen, toch wel relaties met de VVD hebbende. En toen natuurlijk Geert Wilders. En daar moet ik zeggen, stond ik 100% achter de wijze waarop Alexander Pechtold Geert Wilders van katoen heeft gegeven. En ik vond dat veel Nederlandse politici in dat opzicht ernstig tekort zijn geschoten. En de confrontatie, de noodzakelijke confrontatie, niet zijn aangegaan. En in welk artikel denken jullie dat de samenwerking het beste tot z'n recht komt? Nou, in het Rijksmuseum ging dat eigenlijk hartstikke daar ging goed. Ja, we kwamen gelijk binnen en we hadden allebei zoiets van we komen in een kerk. Ja, omdat natuurlijk Kuipers dat een beetje... Kijk, Kuipers is natuurlijk een symbool van de katholieke emancipatie in Nederland in de 19e eeuw. Nederlands grootste architecten van de 19e eeuw. Maar ik wil verder niets positiefs over koning Willem III zeggen. Maar Willem III zegt, ik ga die tent niet openen, want het is net een Rooms-Katholieke kerk. En dat is het nu helemaal. Ja, als monument trouwens van die beweging, om het zo maar te noemen, heel interessant natuurlijk. Maar we waren het daar wel eens, denk ik. Ja. Wat ik dan wel weer interessant vond, was dat hij enorm van het zilver was. En ik heb niet veel met het zilver, maar ik ben erg van de schilderijen. Ja, maar je bent van de tierlantijntjes. Alles waar krullen en draaien en een beetje Art Nouveau en Louis XV, dat vind jij prachtig. Terwijl ik ben gewoon van strak en mooi. En... Ja, ik ben niet erg van het modernisme. Nee. Modernisme vind ik een zwarte kousenkerk. Een positieve man, dus misschien dat het daar is. Een beetje wat mij... Je hebt het verroemde schilderij van Barnett Newman. Hoe is het vergeten van Red, Yellow and Blue? Wat vroeger in het stedelijk boven de trap hing. Wat toen zo beschadigd is. En toen dacht ik van, ze zouden die beschadigingen moeten laten zitten. Dat geeft er nou net precies... Het tijdsbeeld. Datgene aan wat het miste, namelijk interessanterigheid. En Barnett Newman zei over zijn eigen schilderij, en daar gaat het eigenlijk om een typisch ideologische opvatting. Als u mijn kunst begrijpt, kunt u niet meer fascistisch denken. En dat vond ik altijd zo'n ongelooflijk arrogante lulkoek. Zo zie je dat je met Maarten, dat is het leuke, je kan op stap gaan, je praat over het Rijksmuseum, dan kom je via krullen bij Art Nouveau, dan kom je bij modernisme, zwarte kousen, en uiteindelijk ga je via Barnett Newman en het Stedelijk Museum naar fascisme. Ja. Dat is de lol als je met hem een dagje op stap bent. Ja, maar zo zit de wereld in elkaar. Dit is één grote associatiefabriek eigenlijk. Maar misschien dat de volgende stap moet zijn, nu ik een keer gasthoofdredacteur ben geweest, dat jij een keer gastlijsttrekker wordt. Nou, dat zou wel aardig zijn. Maar ik weet niet of dat een groot succes gaat worden, eerlijk gezegd.